vandaag Lenny Koen. Leuk dat je kijkt naar deze week. Doe ons een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Zou je vast denken, Tessa, waarom leg je zo op de pony? Nou, het is heel mooi weer. En wat betekent heel mooi weer? Het is heel warm, de zon schijnt. En dan heb je niet zo heel veel zin om echt te rijden. Dus dan ga je maar soms samen rijden. Alleen, dat was ik van plan. Dus ik had mijn cap gepakt. Toen dacht ik van, het ligt zo eigenlijk wel lekker. Daarna gingen Elisa en ik de poetsen, dus toen was ik zo bezig. Toen ben ik ook zo. En ook geprobeerd om onder haar buik te doen. En Elisa bleef me wel de hele tijd bijstaan en ik heb een cap op voor de veiligheid. Zo ga ik denk even een stukje rijden en daarna zonder zadel. Nee, het is nu vooral heel erg warm. Kim is er ook bij gekomen, jongens. Maar ik heb wel alles citronella. Oh, hi. Ze heeft alles citronella. Ik weet niet wat dat dan betekent, maar dat heeft ze. Ik heb een glit citronella, ik heb een champagne citronella. Ik heb ook wat citronella. Kortom, ze stinkt naar citroen. Dat is zeg maar de vertaling. Inmiddels zijn we klaar met poetsen. Het is zulk mooi weer dat het heel langzaam gaat. En ik ook allemaal dingen te verzinnen heb die ik dan tussendoor nog ga doen. Ja, met jou. Dus inmiddels ben ik dus wel klaar met poetsen en zadelen. Dus ik ga mijn kip opzetten en dan gaan we naar de buitenbak. En dan zien we Kim daar wel en Tess is er volgens mij al. Dan gaan we lekker rijden met dat prachtige weer. De dames hebben bedacht dat ze samen op Verona gaan. Dus, nou, dan worden hier gehesen. Zo, dat is één. Dan moet die ander er nog op. Zo, beentje. En dan... Niet zo zeuren. Net ging het ook goed. 1, 2. Duurt lang. Trekken, gewoon doorduwen, Tess, niet zo raar doen. Veroni denkt ook, wat ben je in godsnaam aan het doen? Kom. Juist, heel goed. Dus daar zitten ze en ik moest een foto maken, dus dat ga ik even doen. Ze is toch ook het allerbraafste paard van Nederland, hè? Jut en Jul willen samen erop, oké, dat mag ook. Echt, ze is de allerliefste hoor, jongens. Wat is ze toch braaf. En wat vinden die meiden het leuk? Kwebbel. Hallo, we hebben vandaag een trailer tour. Dit was onze trailer tour. Nou, nee, het is vandaag zondag. En we zijn lekker de paardjes aan het doen. Alleen moeten we nog heel even wachten. Totdat ze naar buiten toe mogen. We hebben ze om 9:30 opgeschreven. Ja, we zijn hier heel vroeg. Het is nu 9:55, 's ochtends. We horen de vogeltjes fluiten, het is lekker weer. We zitten lekker warm. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. En dit gaan we heel de vakantie lang doen. Dus. Dat moment dat je de auto uitstapt en je realiseert dat je vandaag niet eens je haar gekamd hebt, maandag dus. En hier is ze dan. Wat ga je doen? Ik ga in de manege les op Pinky! Yay, yay. Pinky knappert! Ik had bij Bingo, een tijdje geleden, had ik een les gewonnen en die wou ik heel graag besteden. En nou, hoe je dat wil doen. Ze kletst gewoon een heel eind, dus ze blijft maar kletsen. Waar het op neerkomt bij de bingo heeft ze een voucher gewonnen of een cadeaukaart of hoe je het noemen wil. En dan mag ze in de manege les op een manege pony. En dat is dus Pinky knapperd geworden. Ja. Nou, ik ga zo filmen. Ik ga eerst nog eventjes hooi pakken. Wat ga je doen?
Dat mag. Nou, zo lang zal Tony zijn. Dat is mijn maat. Dat denk ik wel, ja. Dit is echt overdreven, Tess. Nee, dat is mijn maat. Alsof Pink er vandoor gaat. Serieus. Het beestje is niet... Wat is dat dagje? Hè? Ja, ik ga je niet helpen. Echt niet. Ik kom niet eens in de buurt. Je zal wel moeten. En hoe zit het is? Het zit niet zo lekker. Waarom niet? Het is niet mijn zaal. Had je Pink? Ach, gossie. Wat doet je nou toch, Pink, hè? Ah, oh, Pinkje kind, toch? Nou, hobbelen. Hobbelen, hobbelen. Daar gaan we, jongens. Pink heeft er ook echt zin in. Oh, Pink is wel groter dan Bel. Je zit minder laag met je benen. Nee. Het ging wel goed, toch? Of niet? Zeg je? Gapen. Je moet gapen. Nou, uiteindelijk ging het gewoon ook heel goed. Ja, dan moet je zoveel gapen. Ik moet losgapen. Wist dat een niet? Stond er zo'n telefoon. Ik had het best. Wacht, wat drink je dan weg is? Zo, lekker zonnetje dinsdagochtend. En oeh, moet ietsje zo gaan. Ik kan niet eens... filmen meer, jongens. Dinsdagochtend en het is voorjaarsvakantie. En zowel Kim, Tessa... Oh, dat is Peter. Wacht voor. Tessa, Kim als ik hebben besloten... we gaan de hele vakantie video's opnemen voor jullie. Zowel voor het kanaal van Kim, Kim's Paardenwereld... als voor ons. Vandaag staat op het menu balkjesdraven. Dus als je die wil zien, die komt op Kim's kanaal. Serieus, geen idee wat ze aan het doen is... Maar ze is op dit moment de spuitbus met troep gewoon niets aan het vernevelen. Kost geld, maar maakt niet uit blijkbaar. Ja. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ja. Dat zie ik, maar wat doe je? Nee. Christine, je dochter is niet helemaal lekker. Zonde van het geld. Ik had alleen zo'n beetje. Toch zelf betaald. Oh, oké. Okay. Ze betaalt zelf, jongens. Dat is nog veel beter. En in de volgende box vinden wij... Tada! Bellekind met hallo. Ons Tessaatje. Wat ben je aan het doen? Ja, poetsen. Met een deken op. Nou, ik ben nu bezig met de staart en de manen. En last but not least, daar is Elisa. En die is even Verona aan het poetsen. Oh, zo, oké. Okay. En die is even Verona aan het poetsen, zodat ik voor jullie kan filmen. Het is toch fijn vakantie, er zijn alle kindjes daar. Ideaal. Zo, dames zitten op de ponies. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Wat is er aan de hand? Nou, het zadel ligt niet goed. Het zadel moet goed gelegd worden. Nou, we gaan eens even kijken naar het balkenparcours van Kim. Goed, Kim heeft van alles gemaakt. Dus we hebben hier een kruisje. Hier een vierkantje. Daar liggen... Ik zal even inzoomen. Daar liggen dus drie balken. En dan hebben we daar nog op het lijntje iets met balken. Daar. En helemaal achterin is even iemand anders nu mee bezig. Maar daar gaan we ook wat doen blijkbaar. Goed, ze gaan losrijden. En wat ze verder gaan doen, zien jullie op Kim's kanaal.
Even losrijden. We zijn net klaar met video opnemen. En Rebecca die is nog even aan het rijden. Het is vandaag woensdag en we zijn lekker met z'n drieën buiten aan het rijden. Want het zo lekker weer is. Ik ben lekker mijn vest uitgedaan. En ik ben een set. We hebben vanavond ook iets heel leuks. We hebben bingo met Kim en Rebecca, dus mijn moeder. Die gaan balletjes draaien en omroepen. En dan gaan we, en dan Elisa en ik en nog een paar vriendinnen van mij. Die gaan we proberen bingo te roepen. En dan hopelijk winnen dan iets leuks. Oh ja, jij bent ze gewoon allemaal. Sorry, je hebt wel hele oren erop. Een beetje hele oren erbij. De oren van Heya? Nou, dat heb ik ook op de video. Prachtig. Het is sneller dan ik de camera heb. En lekker gereden. En nog even lekker los. Want het is heel erg warm. Zoals ik heb gewoon korte mouwtjes aan. Dus moeilijk droog te stappen. Geef niet, even lekker rollen is ook lekker. Donderdag vandaag en gisteren was het prachtig weer. Mocht ik met een t-shirtje buiten rijden. En nu heb ik het gewoon echt koud. Dus ik heb gewoon weer mijn oorwarm ding op. We zijn video's aan het opnemen, best wel veel. Vandaag eentje voor Kim. En morgen komt het equivalent, ja, kennen jullie dat woord, komt ervan, gaan we voor ons opnemen, voor het paarden. Dus het wordt een grappige serie. Ja, nou ja, serie, 4 afleveringen. 2 bij Kim en 2 bij ons, dus die kunnen jullie binnenkort zien. En dan liggen er dit soort spullen allemaal op tafel. Die cap is niet van ons, deze caps zijn wel van ons. Kim heeft een heel opschrijfboekje, kijk. En daarin doet ze echt helemaal keurig. Oh, hij zit dicht. Even kijken, zo. Dan wordt het echt uitgeschreven allemaal. Zie je? Een keurig boekje. Ik ga niet laten zien wat ze uitgeschreven heeft, want dan weten jullie al wat voor video's we gaan maken. En dat moet wel een beetje een verrassing blijven. Ja. Onze Kim is met stomheid geslagen. We hebben wel een lekker productief weekje zo. We hebben vakantie, maar zo voelt het niet. Want het is alleen maar video's opnemen, werken, editen. Video's opnemen, werken, editen. Oh, je krijgt ook nog eten van me. En ik, ja, dat is waar. Ik krijg ook nog een half uurtje pauze om te eten. Ja. Dus uiteindelijk gaan we 's ochtends om 9 uur naar stal. We eten rond 12 uur, 12:30. Dan gaat Kim bij ons inpakken, we hebben nog een webshop, Beter Batterij. Heb je batterijen nodig? Dan moet je bij Beter Batterij zijn. Ja, ja, Kim pakt ze dan in, soms. Ja. En dan ga ik editen en andere hartverpaarde dingen doen. En dan is ze rond 4:30 klaar. Moet wel in beeld blijven. En dan mag ze dus naar huis toe om verder te editen. Omdat ik er dan 's ochtends om 9 uur gewoon weer kom halen. En zo ziet onze hele week er al uit. Ja, en dan maandag weer lekker naar school. Precies. Maar dan hebben we wel heel veel video's. Dat. En dan kunnen we daar weer een tijdje mee doen. Ja.
heeft het al gezegd, maar ik wil het ook zeggen. Dus, ik heb net gereden. Ik ben nu zonder zadel aan het rijden. Om lekker uit te stappen en zweten. Te doen. Ga maar gewoon verder nu. Vrijdag vandaag en van heerlijk warm weer zijn we gewoon weer over naar koud weer. Wat normaal is voor 1 maart. Maar toch is het jammer dat we het zonder dat prachtige weer moeten doen. Paardjes naar verlos. Hier ben je. En ik zal even naar Verona lopen. En hier is Veroontje. Even lekker los. En dan gaat Tessa in de springles. Alles hangt al klaar. Hallo Bils, lekker. Ze lag net, ze was net haar schoonheidsslaapje aan het houden. Of ze wist wat er ging komen. Was je schoonheidsslaapje aan het houden? Ja, ja. Nou, ik zag dat Naomi al bezig was in de les, dus zometeen ben jij aan de beurt. Ja, maar Naomi is toch meestal... Nou, dat weet ik niet, maar nu als voor je. We zijn begonnen met hobel, met kruisjes. En dan zijn we naar steltjes gegaan. En ook steeds hoger. En we hebben parcoursjes gedaan. Het ging echt heel, heel, heel goed. Nou, ik heb vandaag met Henja weer springles. En ik heb er wel heel erg veel zin in. Het is heel lang geleden dat ik heb gesprongen met Henja. Ik zal wel weer even moeten inkomen waarschijnlijk. Dat heb ik altijd als ik even hier gesprongen heb. En nu heb ik een tijdje niet op Henja gesprongen. Dus dat zal wel hetzelfde zijn. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb springles gehad en dat ging echt heel goed. Normaal moet ik, dat heb ik volgens mij al gezegd, moet ik altijd even inkomen. En dat was vandaag eigenlijk helemaal niet. En lekker gesprongen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En als je toch bezig bent, klik dan gelijk op belletje. Vind belletje heel fijn. Ja, tot morgen. Doei!